Zo, nou. Goei, was weer een rondje. Koninginnedag. Of Koningsdag, sorry. Even lekker rondje in het bos gelopen. Ja, is toch vrij. Laten we even doen. Rondje even uitgebreid. 5,1 kilometer vandaag. Was best lekker. Leuk rondje. Laatste rondje, die laatste zeg maar kilometer is dan toch weer eventjes wennen. Is al een aantal weken die 4,2 ongeveer loopt. 4,2 kilometer loopt. Dan is het toch even aanwennen. Of het is ook even wennen, zeg maar. Maar goed, voltooid. Goede tijd gelopen. Allemaal gemiddeld rond de 6,5 minuten kwam ik uit. In het bos. Met wat hoogteverschillen natuurlijk. Dus nou, ik vind het op zich niet slecht. Het is best lekker. Dan zeg ik het zelf. Best lekker. Lekker weer trouwens. Vandaag de ideaal weer voor Koningsdag. Straks even naar mijn schoonvader naar Utrecht. En dan, dan gaan we eens even kijken. Ik denk niet dat we de stad in gaan, want dat mag natuurlijk niet, hè, officieel. Nog niet vrijgegeven. Dus morgen, vanaf morgen pas mogen we de terras op. Maar goed, als het alweer hoort dat het dan weer allemaal zit. Begrenzing heeft, ofwel dat je toch moet reserveren, maximaal twee man aan de tafel als je niet uit één huishouden komt. Ja, goed, wij zijn met bijvoorbeeld met zes man thuis. Ja, uit één huishouden, hoe gaan ze dat oplossen? Twee tafels reserveren? Ik weet het al niet, allemaal gekke werk. Ik snap het. Natuurlijk, ik ontken niet, er is corona. Maar ik vind wel dat we nou een beetje los moeten laten. Dat we toch wel anders kunnen gaan indelen. Vrijer laten. Oude parkeer natuurlijk. Ja. Even kijken of dat dit gaat lukken. Een beetje op stoep. Zo. Kom hier. Kom weer terug. Nou, ik zal je daar even laten zien wat voor gaatje dat is. Dan snap je dat ik zo bezig ben. Dan denk je van, nou, die gast kan hem niet parkeren. Ik zal het zo even laten zien. Dat ik hem tussen heb gefrot. Overigens vanmorgen ook uit de ben gereden. Maar goed, eruit rijden en dan weer er tussen frotten. Of er tussen kloten. Dat is een heel ander verhaal. Even wachten, eventjes spulletjes gaan pakken. Zo, dan heb ik hem even eruit. Hoppatee. Dit. Ja. Oh, natuurlijk sleutel. Dol. Kijk nou. Laten zien, kijk, dat heb ik over. En dat hebben we over. Betrekkelijk compact stukje, dat je ziet. Trein even pakken. Nou. Ik weet niet of je het hoort op de achtergrond. Er vliegt een helikopter. Ah, boven. In de lucht. Ik zal even kijken of dat we kunnen zien. Daarboven. Daar. Helikopter. Nou, ik sta achter de bomen. Ik weet alleen niet. Het is de ambulance. Even kijken. Nee, het is een politiehelikopter. Goed, oké. Okay. Dan kom ik even terug naar de auto, want ik heb mijn sleutel laten liggen. Doe ik ook goed. Zo, oké. Okay.
Zo, een sleutel gepakt. Deurtje open. Nou, dan krijgen we een hoop kabaal van de hondjes. Zo, ben benieuwd wie er eventueel al wakker is. Nou, zo te zien. Nog helemaal niemand. Inderdaad, nog helemaal niemand beneden. Nou. Gaat goed. Hey buddy. Hey buddy. Hey buddy. Hey buddy. Hey jongen. Hey jongen. Ja. Oh, toch lekker. Oh, toch lekker. Ja, oh, toch lekker. Ja. Nou, ik zal die andere ook even eruit laten. We hebben hier nog twee chichos. Nou, hier nog een kruis intussen, een chicho, die is van mijn zoon. Hoppatee. Ik ga ze meteen even naar buiten. Oh, dat was de voerbak van onder. Of tenminste eigenlijk van die grote. Ja, zo. Ja, doorlopen. Doorlopen. Goed. Nou, dan laat ik even wat oefenbusje oefeningen doen. Want, ja, daar gaat het natuurlijk ook gewoon door. Dus ik ga even afsluiten. Ik zie jullie waarschijnlijk straks.